We zijn even aan het walken. Hi, leuk dat je deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdagochtend. Wat ik deze week ga doen, ik ga het even met jullie bespreken. Ik ga eerst even vandaag bespreken. Ik ga zo even Ivy loszetten. Dan heb ik les met Blondie. Dan heb ik les met Ivy. En dan gaan ze weer allebei los. Morgen is het zondag. Geen hem ik dan ga doen. Dus dat is helemaal top. Maandag heb ik ook geen hem gaan doen. Dinsdag gaan we voor hard paarden naar de kamer van Koophandel. Dus dat is wel cool. De KVK. Dan woensdag heb ik springles bij Sledon. Donderdag hebben ze dan vrij. En ga ik misschien. Nee, donderdag vrij. En dan vrijdag hoop ik weer les te hebben. Maar wat ik nu even ga doen is de hapjes maken. Want anders moet ik dat daarna gaan doen en dat is ingewikkeld. Dan ga ik nu weer uit de trailer en dan ga ik Ivy loszetten. Hoi! Ivy staat in het paddock en dan pak ik ondertussen Blondie. Die ga ik alvast poetsen en zadelen voor de les. Dan haal ik Ivy eruit. Dan ga ik Blondie inrijden en dan heb ik les. Walking with the pony. Zo mensen, kijk maar aan. Boeien. Ik heb net les gehad met Blondie. Het ging echt wel best wel goed. Wel, ik raakte snel geïrriteerd. Dus dat was wat minder. We hebben heel erg gewerkt aan wijken en schouder binnenwaarts. Dat ze daardoor wat meer los ging laten in haar eigen lichaam. En ik zelf ook. En dat eigenlijk, dat ik die dingen kan doen met twee vingers en mijn neus. Nou, dat kan ik voorlopig nog niet. Maar het gaat wel steeds meer de goede kant op. Koes Morgan. We hebben net natuurlijk die livestream gedaan. En toen ben ik op stal bij de blonde paard. Ik dacht, ik doe alleen deze jas aan, die nieuwe. Fout. Het is koud en ik wil buiten het. We live in kouheid. Hij is vandaag een beetje wild. Ik werd er net al bijna afgebokt en ik ben alleen maar aan het stappen. Dus ik zet even de camera neer en als ik dood ga, dan wil ik dat graag op film hebben. Dus bij deze, geniet ervan. Mee te vallen. Stay alleen even wild, maar. Het is vandaag zondag en ik ga zo live deze montardoos unboxen. Super gaaf! Ik heb echt heel veel besteld, misschien iets te veel. Ik kan jullie alvast een kleine sneak peek geven, want ik heb volgens mij twee jassen, een hoodie, shirt met lange mouwen en een frontriem. En een dekje volgens mij. Ik vind dit spannend. Het is mega groot. Ja, ik ga het maar uithalen. Lekker dit opzij. Dan heb ik hier het springdekje van Montar. Dit is in de kleur blauw. Ik was natuurlijk heel erg van het roze, maar ik heb alle roze spullen al van Montar. Dus ik ben nu overgegaan naar blauw. Want ik vind dat toch wel heel chic staan. En dan wil ik weer wat meer met setjes gaan doen. Dus heb ik nu ook een blauwe, want ik heb best wel veel blauwe kleding. Ik kan dit niet op een hele goede manier openmaken, dus ga het maar open knippen. Ik ben wel echt heel erg fan van de Montardekjes, want je hebt geen... Ik weet niet hoe dat heet. Je hebt hier dingen aan de zijkant. Klittenbandjes. Ja, klittenbandjes. En die vind ik altijd... Nou ja, als je zit altijd een soort in de weg. Maar hier heb je dus een stukje grip. Hetzelfde siliconen dat in je rijbroek zit, dat zit hierop. Dat is super handig. Want daardoor hoef je niet met die stomme klittenbandjes te werken. En hij is nog super mooi en shiny. Dus ik ben hier blij mee. En ga hier denk ik woensdag weer mee rijden. Ik heb hier een hele gave jas. Ik heb deze al gezien liggen bij de Horror Store. En toen dacht ik, oh, ik wil deze hebben. En toen was het Montar. Toen dacht ik, oh, ik ga hem bestellen. Dat is super gaaf.
Deze had ik nog niet gezien, maar dit is in het Bordeaux. Dit is een zomerjas, want dat heb ik niet echt. Oh, deze kan ik wel hier openmaken. Ik heb vooral winterjassen en zomerjassen zijn natuurlijk ook handig. Zo, wie heeft hier de first jacket? Doekno. Oh, dat is volgens mij wel een beetje groot. Oh ja, ik ben ook groot tegenwoordig. Tada! Oh, hij heeft geen capuchon. Oh, hij is ook waterproof. Oh, dat is handig. Wauw. Ja, een jas. Oeh, dat is lekker warm. Hij is een, nou ja, dan kan ik dit in de zomer aan. Tegenwoordig, nu heb ik hem nog niet nodig, want nu is het nog warm, koud. Maar daar kan ik hem dadelijk wel aan. En ik heb deze niet alleen in het rood, of in Bordeaux, hoe je het wilt noemen. Ik heb hem ook, als die hier ligt, volgens mij wel, in het zwart. Ik zag ze allebei en ik kon niet kiezen. Dus ik heb ze allebei genomen. Ik ben helemaal into de hoodies. I love hoodies. Dus ik heb, dit is volgens mij een hoodie. Ik ben er blij mee. Dit is een zwarte. Ik ben into de donkere kleurtjes inmiddels. Oh, is hier glitters op? Dat wist ik niet eens. Oh my god, ik heb glitters. Oh, is hier ook glitters? Oh my goodies, oké. Okay. Er zitten hier glittertjes op de touwtjes. En je hebt hier een soort glitters. Nee, ook weer wat hier zit. Ik weet niet hoe je dat noemt. Rubber, denk ik. Ja, rubber. Glitterend rubber. Hij zegt, oh, sorry. En hij heeft vlies aan de binnenkant. Dus hij is super lekker warm. Nu even. Oh, ik vind hem gaaf. Oh, ik sloeg mezelf. Ik vind hem zo gaaf. Ik heb een frontriem besteld. Ik hou van frontriemen. Ik wil eigenlijk ook allemaal verschillende soorten frontriemen hebben. Om te matchen met setjes. Ik heb hier een roze met parels. Kun je het ook zien? Ja, even die kant nog op. Ja, heel goed. Oh, wat gaaf. Er zitten hier ook extra diamantjes bij. Huh? Zit er altijd bij. Echt? Ja. Oh. Dat weet ik ook vanaf nu. Oh, ik vind mij gaaf. Zullen we de laatste vraag doen? Er zijn er al heel veel, maar de meeste heb je al beantwoord. Waar kun je de spullen kopen op Insta? Nou, bij ons Insta zelf, bij Tessa's kledingkast. Daar kan je ons... Moet je even spellen, denk ik. Tenminste, met dat laag streepje of punt, wat had je gedaan? Tessa's en dan punt kledingkast. En daar kan je gewoon ons een DM sturen of in de reacties iets zetten. Doe maar in de DM. Nou ja, vooral DM, maar reacties kan ook. Nou, ik denk dat je af mag gaan sluiten en dan kunnen we naar stal. Heel erg bedankt voor het kijken. Monta, ook heel erg bedankt. Ik ben weer super blij met alle spullen en ga ze zeker gebruiken. Ik ben er heel blij mee. En dan zie ik jullie zaterdag weer bij een nieuwe Vlog.